Dank u, voorzitter. Ja, het is wel duidelijk. De VVD kiest voor de EU. De VVD kiest daarmee ook voor alle dwangmaatregelen die de EU oplegt. We zien nu onze agrarische sector met de uitspraak van het Europees Hof in Luxemburg kapot gemaakt worden. En niet alleen de agrarische sector, ook tal van andere economische sectoren, om aan al die Europese dwangmaatregelen te moeten voldoen. Daar moeten we onderuit. En u zegt gewoon, we vinden het heel belangrijk. De EU is niet alleen maar het potje met geld wat we ook nog moeten cofinancieren. De EU is ook heel de regelzucht, de regeldruk en de bemoeienis uit Brussel. En daar kiest u voor. We moeten kiezen voor onze eigen opvattingen, voor onze eigen ondernemers, die hun werk laten doen en ze niet opzadelen via de provincie met allerlei Brussels beleid. En dat is helaas wat de VVD wel doet.